Hallo lieve ster, dit is jullie maandelijkse reading van de maand mei. Dankjewel voor het kijken van de readingen van Mystic Angel Rara Tarot. Mijn naam is veranderd op de YouTube kanaal, lieve ster. Dat komt omdat ik in een transformatie zit. En er veranderen nu dingen bij mij. Op het aardse vlak, op het aardse werk wat ik doe. Ga ik in plaats van 5 dagen, ga ik 3 dagen werken. Dat komt door mijn gezondheid. En op mijn spiritueel werk ga ik wat meer doen. Ik ga ook wat meer live. Hier op YouTube, op Facebook, bij Mystic Angel Rara Tarot. En op Instagram, op Rara Biseswar. Dus kijk ook daarnaar. Komende zaterdag ga ik live. Dan ga ik sterrenbeelden readings doen. Dus even de energie check. Volgens mij heel even. Ik ga heel even die tv uitdoen. Want ik zie dat het een beetje flint, zeg maar. Sorry daarvoor. Ik zag opeens dat die flint achter me. Dat van ja, dus dat wil ik even mededelen, dat, ja, dat er ook bij mij een transformatie plaatsvindt. En ja, daarom duurt deze readingen ook zo lang, dat ik het niet zo snel heb kunnen doen, omdat ik andere dingen aan het doen ben, ook achter de schermen. Dus ja, je gaat wat meer van mij horen. Misschien krijg ik nog meer ideeën om te doen. Dat ga ik ook allemaal uitvoeren. Die ideeën komen echt als flitsen. En ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En weet je, ik heb plezier in mijn spiritueel werk dan mijn aardse werk. Mijn aardse werk heb ik eigenlijk al een beetje afgerond. En hoop dat ik het aardse werk helemaal kan laten. Dat ik het echt het spirituele werk meer ga doen. Omdat dat wat meer ligt bij mij. Dat hoort gewoon bij mij. Dus vandaar deze update. Mijn prijslijst is ook veranderd. Dus kijk, er hieronder staat mijn prijslijst. Ja, kijk gewoon ernaar. En als je vragen hebt, stel die dan ook. En mijn e-mailadres staat er, mijn telefoonnummer staat erop, zodat je via WhatsApp ook mij kan bereiken. Dus kijk hoe het voor jou resoneert. In ieder geval, lieve, lieve stieren, ik ga gewoon beginnen met jullie reading, want anders ga ik blijven kwikken. Maar als je vragen hebt, stel ze gerust en dan zal ik wel even antwoorden, oké? Dus maak je daar niet al te veel zorgen over. Nou, we gaan beginnen met jullie energie voor de maand mei. Licht. Voor de ster. Voor de maand mei 2021. Die kaart legt die zij nodig hebben om te weten. Deze. Ja, ik ben namelijk ook een stier, dus daar ging ik lachen. En ik heb niet gekeken en getrokken, hè? Oké. Ik heb gewoon getrokken en deze stak eruit, dus daar heb ik deze getrokken. En daar staat nummer 5, energetische verandering. By the way, vandaag zag ik in de ochtend 555, 3 keer 5. En waar was het nou? Oh ja. De code die ik gebruikte was ook 555. Echt heel bizar. Maar en nu komt er ook weer 5 uit. Dus ja, er is echt enorme verandering voor ons aan de gaande. Dus ja, energetische verandering. Ik ga even een stukje voorlezen. Dat is van Ganesha. De fluisteringen van Ganesha is dit. Kijk hoor. Ja. Ja, dat is deze kaart. En die zegt, energetisch verandering. Focus je op de hoogste doelen en bedoelingen in je dagelijks leven om echt te kunnen transformeren. Je verkeert in een fase van ontwikkeling en verandering. Ganesha laat je zien dat je de gelegenheid en de ruimte hebt om weer verder te gaan met je plannen en je activiteiten.
Je krijgt meer energie en beweging, waardoor je wordt gestimuleerd om je doelen te bereiken. Deze trilling van energie is zodanig dat je misschien wel ontdekt dat je doelen veel sneller worden bereikt. Je kunt verwachten dat je heel druk zult zijn. Vertrouw erop dat je het enthousiasme en de gedrevenheid zult hebben voor de komende periode, waarin je tot actie over zult gaan. Met deze beweging laat Ganesha op een fysieke manier de emotie zien. Brengt lichaam en geest samen. De energie van deze kaart geeft je zekerheid over het doel dat je in opkomt. Je zult spoedig ontdekken dat elke verwarring is weggenomen en dat je heel geconcentreerd en beslist kunt en wilt wijden aan de taak. Deze ervaring kan je veel brengen en stelt je in staat. Deze ervaring kan je veel brengen en stelt je in staat om in korte tijd veel te bereiken. Ganesha raadt je aan dat je project waar je aan werkt snel tot een eind mag komen. Er komt iets, snel iets op je pad wat vrolijker, spannender en inspirerender is. Niets houdt je nu meer tegen omdat je barst van energie en ideeën. Wat ik al zei. En je kunt niet wachten om de ene taak af te maken om aan de andere te beginnen. Dat klopt echt enorm. Om munt te slaan uit deze energie is het belangrijk om er zeker van te zijn dat je activiteiten een groter doel hebben. En dat je op het juiste moment de juiste dingen investeert. Wees er ook zeker van dat je de vorige opdracht voltooit voordat je aan de volgende taak begint. Je moet je nu op je taken concentreren. Doe wat je op dit moment het beste kunt doen. En dat ga ik ook doen. En dat is komende zaterdag op mijn Facebookpagina Mystic Angel Radar Tarot. Dan kan je me zoeken op Facebook op het huisje. En dan bij het vergrootglas, dan moet je Mystic Angel Radar Tarot intikken. En dan vind je mij. Want volgens mij vind je het nog niet in de groepen of zo. Ik weet niet waarom. Maar ja, zo is Facebook. Maar ik wil toch daar gewoon even mijn filmpje maken over de sterrenbeelden. En alle sterrenbeelden ga ik doen. Dus kijk er alsjeblieft naar. En ik denk dat ik de liefde eerst ga pakken. Dus kijk er naar als je daar interesse in hebt. Ja? En nu heb ik het een beetje verklapt. Eigenlijk wou ik het niet verklappen. Maar bij deze dan. Ja? Dus ja, bij ons zitten gewoon heel veel veranderingen. Er zijn heel veel veranderingen op komst in het positieve. En het gaat heel snel. We worden enthousiaster door. Onze ene cirkel wordt gesloten om naar het nieuwe te gaan. Dus er komt een einde en er komt een nieuw begin aan. Dus ja, energetische veranderingen voor ons. Wel hele mooie en positieve. En we zullen heel veel ideeën krijgen. Maar wat Ganesha ook zegt, maak het ene af, dan het andere. Ja, dus niet alles tegelijk doen en zo. Dus dat doet gewoon lekker rustig aan. Gestaag. Oké, dan gaan we naar de volgende boodschapkaart voor jullie. Lieve stier. Oh. Even kijken hoor. Ik heb geen kaarten mis. Lieve, wat een kaart te reinigen als lieve. Laat me zuiver de antwoorden geven als leer. Lieve leer. Wilt u voor de stier, voor de maand mei 2021, die kaarten leggen die zij nodig hebben om te weten? Als leer. Waarom vraag ik altijd naar het licht om de kaart te leggen? Is omdat, omdat ik lichtwezens als eerste heb gezien. En ik weet dat er heel veel lichtwezens bij mij aanwezig zijn. En daar vraag ik altijd even aan licht de boodschappen. Even kijken hoor. We krijgen als eerste hoop. Ja, er is hoop in de liefde. De hoop heeft jullie eigenlijk bij elkaar gebracht in de liefde.
Daarnaast is familie ook heel centraal voor jou. Familie is ook echt op de eerste plaats, gezin. En jij hebt een zielenconnectie met je partner. En er is echt heel veel aantrekkingskracht tussen jullie twee. In de maand mei. Dus je weet, komen er wel kindjes. En als een, misschien als je niet verwacht, komt er misschien ook onverwachts. Kan zijn dat je zwanger kan raken. Maar of dat je zwanger bent, of dat je echt ervoor gaat. Dat je daarmee bezig bent. Maar ik zie gewoon echt heel veel aantrekkingskracht. En echt, het gezin is heel erg belangrijk op het moment. Maar ik zie ook dat er heel veel, door hoop, zijn jullie gewoon echt bij elkaar. En echt die zielenconnectie, ja, dat heeft gewoon jullie echt bij elkaar gebracht. En het lijkt ook dat jullie echt gewoon ook verder in het leven ook samen gaan met elkaar. Omdat ik aantrekkingskracht en het hoop en, wat was het, familie. Weet je, dat allemaal, dat dat voor jou heel erg belangrijk is. Dat dat ook jouw pad is. En daar ben je gewoon heel erg mee bezig, lieve stier. Gewoon echt met je familie, met je gezin. Maar ook in de liefde is het ook gewoon echt trouwens. Echt die zielenconnectie, dat is gewoon zo mooi. En wie weet krijg je wel een kindje. Wie weet krijgen, word je wel zwanger. Oeh, of ben je al zwanger? Dat kan ook. Wilt u mijn kaart reinigen alsjeblieft? Lieve licht, mijn zuivere helder antwoorden geven alsjeblieft. Lieve licht, wilt u voor de stier voor de maand mei 2021 een Keltische kruislegging leggen? Alsjeblieft. Oké, nou, ik heb een Keltische kruisweg voor jullie gelegd. Ik dacht, ik leg het eerst even neer, want anders kom ik in een kanaal om met jullie te praten. De eerste kaart hebben wij partnerschappen en relaties. Dus echt, de liefde is echt hier in gang in de maand mei. Ik zie ook echt dat jullie echt die vertrouwen ook in elkaar hebben. En ook jullie gezamenlijk verder aan het opbouwen zijn. Echt, dat is gewoon echt, die connectie is zo sterk tussen jullie. Tussen je partner en jou. En mocht je zijn dat je op dit moment geen partner hebt, dan zal dat ook wel snel komen. Dat jij zo'n zielenconnectie met diegene hebt. En dat jullie gewoon echt, echt, ik vind het gewoon zo mooi. De blokkadekaart, ja, ik vind dit geen blokkadekaart, is licht. Doordat er zoveel liefde heerst, zie je ook dat jouw licht ook wat feller aan het schijnen is. Jullie begeleidende kaart is verheugen in viering. Je gaat iets vieren wat je echt heel veel vreugde brengt. En heel erg, je gaat gewoon iets doen wat gewoon in jou heel veel vreugde brengt. En dat heb ik ook gevoel echt, wat Ganesha net zei, ook in jou, misschien in je ondernemerschap. Ondernemingschap, als jij echt iets wil gaan ondernemen. Of in iets anders. Iets wat jou meer vreugde gaat brengen. Die transformatie die er gaat plaatsvinden. Dat gaat jou gewoon heel veel vreugde brengen. Want er gaan gewoon heel veel positieve dingen gebeuren. En je gaat zoveel ideeën krijgen. Dus ik heb ook echt het gevoel dat ook op werk gerelateerd is. Maar ook familie en gezin is gewoon wauw. Weet je, dat je gewoon echt gewoon die geluk voelt en ervaart. Maar ook dat je gewoon echt heel gelukkig bent. En dat, ja,
Dat je ook, ja, hoe moet ik het zeggen? Die onvoorwaardelijke liefde zal jij echt heel erg gaan voelen. In het verleden ben je wel eens verleid, ja, verleid om de dingen anders te gaan doen, omdat je dacht dat dat goed was. En nu word jij gewoon in begeleid dat jij gewoon die vreugde gaat krijgen. Dus maak je daarover niet al te veel zorgen. Wat ik hier zie is ook het universum zegt kies verstandig. Je krijgt heel veel ideeën, heel veel keuzes om te maken, heel veel beslissingen die je moet nemen. Maar die keuzes moet je echt met je hart maken. En dat groene is het hartchakra. Weet je, dat groene randje hier omheen. En dat wil zeggen gewoon, maak je keuzes via je intuïtie. Luister naar je intuïtie, luister naar je hart. En je zal de juiste keuzes gaan maken. In de nabije toekomstkaart heb ik verdriet en verlies. Ja. Even kijken wat ik hierbij voor. Die zag ik niet aankomen. Ik ga even vragen wat dit verdriet en verlies is. Heel even, ja. Een kaartje voor verdriet en verlies. Nog een kaartje voor verdriet en verlies. Nog een kaartje voor verdriet en verlies. Oké. Nou, ik heb even drie kaarten er extra bij gehaald. Dus we hebben verdriet en verlies, hè? Maar we hebben ook dat je standvastig moet gaan leren zijn. En standvastig communiceren. Standvastig met je spiritueel werk te werk gaan. Want jij gaat van het donker naar het licht. En je bent aan het groeien. Die transformatie vindt plaats. Maar ook in communicatie. Weet je, dat blauwe. En kijk, hier heb je verdriet en verlies. Zie je? Ik denk dat jij even de kluts kwijtraakt. Maar dan ga je gewoon standvastig met je spiritueel werk. En dan ga je zien dat jij gewoon. Dat die communicatie wel even weer gaat komen. En dat jij gewoon echt van het donker naar licht gaat. En dat jij gewoon die spirituele groei daar gaat maken. Waardoor jij dus echt die zegevierend succes zal hebben met communicatie. Dus als jij iets met communicatie doet op spiritueel werk, dus wat ik doe, zeg maar, ik communiceer ook met jullie. Hè? Als dat allemaal gewoon gaat lopen, kijk, we lopen allemaal wel een keer vast. Duh. We moeten er toch van leren. Ik leer ook. Jullie leren ook. Dus het kan zo gewoon zijn dat je gewoon vastloopt. Maar doordat je standvastig in je spiritueel werk gaat werken, omdat jouw spiritueel team dan heel dicht ook bij je zijn, je voelt ze ook, je hoort ze, dan zal je zien dat je eruit gaat komen en dat je echt naar het licht gaat en dat jij gewoon echt heel veel succes zal hebben op communicatie. Dus misschien doe je werk met communicatie. Moet je even voor jezelf even kijken. Op werkgebied zie ik overwinning en succes. Dus je gaat heel veel succes hebben op het spiritueel vlak werk. Als jij spiritueel vlak werk doet. Op spiritueel vlak werk. Dus, en dan zie je ook echt van het donker ga je echt naar het licht. Het licht gaat echt schijnen. Het donkere valt weg. Op relatie en omgeving is vruchtbaarheid. Dat betekent dat jouw derde oog en jouw hart op één lijn staan. En dat jij gewoon echt helemaal vervuld voelt. Ook die spirituele groei zie ik hier ook hier zo. Hè? Hier zie ik echt ook die spirituele groei in relaties en omgeving. En dat jij gewoon echt met je hart gaat leven. Echt niet meer met je verstand. Ja, met je verstand, met je ego. Maar meer met je hart gaat leven en dat jij gewoon op één lijn gaat staan met jouw derde oog. Maar ook spiritueel ga je ook echt onwijs groeien, waardoor ook je relaties en je omgeving ook echt gewoon, ja,
heel veel die onvoorwaardelijke liefde gaat krijgen. Ja, dat voel ik gewoon hoor. Het is niet zo dat ik over mezelf praat, maar ik praat in het algemeen. Zo voel ik het en zo vertel ik het. Dus dit gaat niet over mij, dit gaat over de stier. De volgende kaart, ik hoop en vrees ik conflict en nederlaag. Ja, dus dat is dus waarschijnlijk wat er dus in de nabije toekomst gaat gebeuren. Dus met die verdriet en verlies is omdat er heel veel conflicten komen. Misschien met, op relatievlak of op werkvlak. Dat er heel veel conflict en nederlaag zal zijn. Maar waardoor jij dus die transformatie gaat maken. Misschien op het spiritueel vlak. Dus dat je het aardse werk misschien laat. En dat je op het spiritueel vlak gaat. Maar wees gerust. Ja, als het met relatie heeft te maken, dan ga je weer op één lijn komen. Je gaat weer terug naar jezelf en je gaat weer die rust vinden. Dus dat kan op werkvlak zijn, maar het kan ook op relatie- of omgevingvlak zijn. De volgende kaart is positieve beweging vooruit. Dus je gaat... Er komen positieve veranderingen voor je aan. Je gaat zien dat de zon weer gaat schijnen. En dat je gewoon standvastig gewoon echt op de grond gaat staan. Dat je heel stevig op de grond gaat staan. En er gaat zien dat de dingen nu eindelijk vooruit voor jou gaat. Echt. Dus wacht gewoon even rustig af. Kijk, ik zeg niet dat alle obstakels weg zijn van je pad. Maar je kan het wel sneller handelen. Dus... Want kijk, hier heb je de triomfkaart, dat is de onderbewustzijn en je bronkaart. En dit zegt triomf, je gaat het gewoon overwinnen. Je gaat alle obstakels gewoon overwinnen. Dus maak je niet al te veel zorgen. En ja, weet je, dat hoort gewoon bij het leven. Wij moeten nog verder leren. Wij zijn nog niet uitgeleerd. Zolang wij hier zijn, blijven we leren, 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 leren. Dus maak je geen zorgen. En weet je, een kleine tegenslag, dat kunnen wij wel hebben. Wij zijn stieren, wij zijn echte vechters. Vechtersbazen. Ja, laat me zijn vrouw antwoorden geven alsjeblieft. Lieve licht, wilt u voor de stier die de boodschapkaart leggen die zij nodig hebben om te weten? Alsjeblieft. Ja, dan krijgen we deze kaart. Wees gewoon jezelf. Je bent geweldig, geniet ervan jezelf te zijn. In alle situaties, of het nou goed gaat of niet goed gaat, wees altijd jezelf. Dat doe ik ook. Heel veel mensen denken van ja, je hebt zoveel meegemaakt, hoe kan je nou gewoon zo ja, heel positief zijn en lachen. En ik heb ook veel aan mezelf Ik heb gewoon echt heel veel aan mezelf gewerkt. En met intuïtieve ontwikkeling, wat ik nu ook zelf ga geven. Met, ik heb hypnotherapie gedaan, ondergaan, hè? Ik ben zelf ondergaan. Ik heb heel veel gehaald. Heel veel gehaald in mijn leven. Dus, en dat heeft ook geheeld, want je moet je tranen laten vloeien zodat jij kan helen. Als jij huilt, ben je ook tegelijkertijd aan het helen. Want jouw spirituele team en weet je, God en de engelen helpen je met het helen van het proces. En je hoeft alleen maar hulp te vragen en je krijgt het gewoon. Dus ja, wees gewoon altijd jezelf. Weet je, je hoeft nooit die masker op te doen. Haal die masker gewoon af en wees gewoon jezelf. Ik ben nu ook gewoon mezelf. En ik kwebbel heel veel op dit moment. Dus ja, wees gewoon lekker jezelf. Dat is gewoon het leukste aan een persoon. Omdat diegene zichzelf laat zien. En zichzelf weet van... dit ben ik. En ik ben heel erg uniek. Want ieder mens is uniek. Ja. Dus wees gewoon lekker jezelf. In de maand mei. Dat vragen ze heel erg nadrukkelijk trouwens. Ik ga de volgende boodschapkaart. Even een foto voor de stier.
die kaarttrekker die we allemaal nodig hebben, weten. Voor de, oh ja, voor de maand mei 2021. Denk na over je basis. Er wordt jou gevraagd onderzoeken hoe toegewijd je bent aan liefde. Ja, wat ik eigenlijk hierbij voel is dat je denk aan je basis. Bedenk wat je allemaal hebt bereikt. Bedenk wat jij allemaal al hebt. Wat je allemaal al bezit. Bedenk wat jij, tot nu toe hebt bereikt. Eigenlijk. Dat gevoel krijg ik hierbij bij deze kaart. Denk aan je basis. Dat is heel erg belangrijk. Omdat soms willen wij meer, meer, meer. Maar soms moeten we ook tevreden of die dankbaarheid tonen van wat wij hebben. Dat wij daarmee eigenlijk al genoeg hebben. Maar oké, we willen meer. Hè? We willen nog meer stappen ondernemen om iets meer te hebben dan wat wij hebben. Dat mag ook. En waarom ook niet? Want dat verdienen wij. En als jij hard werkt aan iets, dan mag je ook veel meer hebben dan ja, misschien dan een ander. Maar misschien ook. Je hebt er gewoon hard voor gewerkt. Je hebt er gewoon voor geknokt. En als jij hard werkt en ervoor knokt, dan mag jij ook wat meer hebben. Want je hebt gewoon je moeite voor gedaan. En daar beloont God ons voor. God of de engelen of het universum, hoe jij het wil noemen. Dus door het harde werk word je altijd beloond. En dat heb ik geweten in mijn hele leven. Dus wees dankbaar voor wat je hebt. Ik ben sowieso dankbaar voor wat ik heb. Ik heb een heel lief gezin. Ik werk. Ik doe mijn spiritueel werk. En wat wil ik nog meer? Ik hoef eigenlijk niks meer. Ik wil gewoon alleen nog maar mensen helpen. Mensen die, die echt in de knoop zitten. En die, die het niet zo... misschien soms niet zo zien zitten. Die depressief zijn. Die mensen die... die even niet zich kunnen uiten. Daar wil ik ook heel graag naar luisteren. Maar dat is heel belangrijk. Dat je naar mensen luistert. En mensen kan adviseren. Met bepaalde dingen. En ja, er zijn mensen bij die niet luisteren. Maar er zijn mensen bij die het wel luisteren. En die het wel doen. En die wel verder komen. Doordat ze geluisterd hebben naar de adviezen. Of de inzichten die ik heb gegeven. En ja, het ligt aan... per persoon hoe die persoon is en hoe die persoon wilt groeien. Of die echt daadwerkelijk uit die knoop wil komen. Ja, kijk, weet je, waar een wil is, is een weg. Ik heb altijd een hele sterke wil gehad. En als ik iets wil, dan bereik ik dat ook. Dus je moet gewoon die wil erop leggen van ik wil dit, ik ga dit ook voor elkaar krijgen. Ik wil echt gewoon mijn praktijk gewoon neerzetten. Ik wil ook echt gewoon mijn werk gewoon voortzetten in het spirituele. En gewoon verder ingaan. En mijn aardse werk eigenlijk gewoon laten. Want ik ben klaar met mijn aardse werk. Ik ben er klaar mee. Ik moet nu naar het spirituele werk. En dat trekt mij meer aan. Dus kijk hoe dat met jou resoneert. Even kijken hoor. Ik ga naar de volgende boodschapkaart, anders blijf ik kletsen. Even kijken. Lief vuur, wilt u mijn kaart te reinigen alsjeblieft? Ik leg me zuiverhelde antwoorden geven alsjeblieft. Lief licht, wilt u voor de stier of voor de maand mei 2021 die kaart leggen die zij nodig hebben om te weten? Alsjeblieft. Ja, hij stikt. Deze kaart. Wel een mooie kaart. Hele mooie kaart. Oké, ik ga voorlezen. Het is tijd om in je kracht te gaan staan en te zorgen voor een montere wereld. Oké, wat is montere wereld? En te zorgen voor een montere wereld. Dat kan jij als jij dat wilt. Want zoals de eik verborgen zit in zijn zaadje, zit God of Godin ook verborgen in jou. Verstand zonder gevoel.
is gewoon een blind oordeel. Dus luister ook naar je hart en stap over de grenzen die je rondom jezelf hebt gebouwd. Ja, luister naar je hart. Ja, ga uit je comfortzone. Jij kan alles creëren wat je wenst. Wij hebben als mens gewoon ook... wij mogen dat zelf beslissen wat wij willen gewoon creëren. Dus doe dat ook gewoon. Als jij creatief bent, dan doe het gewoon. Ik ben ook heel erg creatief. En ik maak ook filmpjes. En ik vind het ook allemaal hartstikke leuk. En ik werk ook met mijn kaarten. Ik speel er gewoon mee. Wat ik nu doe. Dus ja. Maak gewoon een mooie wereld van. Ga gewoon mee in je kracht staan. En ga gewoon jouw wereld helemaal mooi maken. Wat ik nu en waar ik nu mee bezig ben. En dat ga ik gewoon echt volledig doen. En ik weet niet, ik kan gewoon niet wachten. Totdat ik echt minder ga werken. Want pas vanaf 1 juni gaat het in. Ik zal wel wachten. Nou ja, nog 10 dagen ongeveer of zoiets. Maar in ieder geval, ja. Weet je, volg gewoon je hart. En ga gewoon die dingen creëren wat jij gewoon heel graag wilt creëren. En daarvoor, wij zijn creators als mens zijn. Dus wij kunnen creëren wat wij willen, wat onze hartwens is. Kunnen wij gewoon neerzetten. Wij zijn harde werkers. Wij zijn doorzetters, dus wij kunnen dit. Dus doe het dan ook gewoon. Luister naar je hart, wat je hart verlangt om te doen in je werk. Want dat gaat echt sowieso echt succes en overwinning hebben. Dus ja, luister gewoon ernaar. Oké, jullie grote boodschapkaart. Kaart. De kaart te reinigen alsjeblieft. Die vraag om zijn vrouw de antwoorden geven alsjeblieft. Het licht wordt voor de stier. Voor de maand mei 2021. Die boodschapkaart leggen die zij nodig hebben om te weten. Als de leer. Deze steekt wel uit. Oké, ik heb hem. Let op de boodschappers. Wauw, hij is ook heel mooi. Kijk. Ik vind hem echt een mooie kaart. En let op de boodschappen. Wauw. Ik ga het even voorlezen. Kijken wat voor boodschappen wij erbij kunnen krijgen. Ik lees altijd uit die boekjes af en toe. Omdat daar ook heel veel boodschappen in zitten. Wat wij goed kunnen gebruiken. Dus daarom doe ik dat. Kijk, als ik echt een consult ga geven, dan is het echt gewoon puur vanuit, hè. Maar dit is ook, ik heb ook een paar kaarten gelegd, dus dat Keltische kruislegging en die boodschapkaarten, hè. Dat komt allemaal dan, wat ik jou kan vertellen, wat ik gewoon doorkrijg op dat moment. En dus het is niet zo van dat ik gewoon alles uit een boekje zit te lezen of zo, dat is het niet. Consulten geef ik echt puur echt vanuit mijn intuïtie, van alles wat ik hoor, wat ik doorkrijg, wat ik zie. Soms zie ik wel beelden, maar dan ben ik echt gewoon heel erg zen. Dan zie ik echt wel beelden. En dan, ik hoor ook, ik voel, dat is mijn eerste, heldervoelendheid en helderwetendheid. Dan komt dat helderwetendheid ook erbij natuurlijk. Dat valt een beetje samen, helderwetendheid en heldervoelendheid. Dus ja. Maar in ieder geval, we gaan even naar de boodschap. Let op de boodschappen. Let op de boodschappers. Let op de boodschappers. Dus degene die jouw boodschap kunnen brengen. Dat kunnen dieren zijn, dat kunnen... in je droom kunnen dat jouw gidsen zijn. Kijk naar de wolken. Daar zie je ook heel veel tekens. Maar kijk naar de boodschappers. Dus echt je gidsen, je engelen, je aartsengelen. Noem het maar op. Wie zijn jouw... Net als bij mij zijn de lichtwezens soms ook wel heel erg sterk aanwezig. Maar dan is het echt noodzakelijk. Dan zijn ze echt gewoon...
Vooral als ik heel erg verdrietig ben, heb ik het meer het gevoel. Dan zijn ze er heel veel, heel snel bij me. En ook als ik iets heel heftigs meemaak, zeg maar. Dan voel ik ze echt heel, de lichtwezens ook heel sterk bij mij. Dus ja. Ja, ik vertel maar. Ik bedoel, wat ik allemaal meemaak, dat vind ik ook wel interessant. Vind ik ook wel leuk om met jullie te delen. Dus, maar ja. We gaan verder. Let op de boodschappers. Dat is deze kaart. En die zegt: het is gemakkelijk om boodschappers en hun signalen te wacht hoor. Het is gemakkelijk om de boodschappers en hun signalen te negeren. Vooral als ze een boodschap brengen die u niet wilt horen. Maar dit is niet een goede moment om boodschappers te negeren. Laat uw angst voor verandering en ongemak hun stem niet smoren. Het is tijd om te stoppen met dralen, om de waarheid te zien en te horen. En te doen wat nodig is. Let op de boodschapper, want zijn wijsheid is ontstaan uit uw eigen intuïtie en behoefte. Ja, maar je intuïtie, als jij boodschappers gaat krijgen, soms zie ik bepaalde vogels, net als een duif, als ik dat hoor, of vanochtend was zo'n duif. Echt boven mijn hoofd zat te roekeroeken te doen, weet je wel. maar dat betekent eigenlijk dat er iets gaat gebeuren. Dus iets, misschien een conflict, een klein conflict of een groot conflict, maakt niet uit wat. Dus er gaat iets gebeuren wat gewoon niet. Ja, vandaag verliep de dag niet zoals ik gehoopt had. Dus, en ik had ook echt best wel veel pijn aan mijn nek en schouder. Dat is ook reden, dus vanwege mijn gezondheid en mijn arm. Dus ja, dat was ook het teken, zeg maar. Dus duiven brengen mij boodschap van: kijk uit, er gaat iets gebeuren. Meestal als ik nu zo'n duif hoor, in het begin was het zo van dat er heel veel ruzies waren. Hele heftige ruzies. En in de familie dan, hè. Maar niet bij ons thuis of zo. Maar in de familie en dan waren wij bij betrokken. Maar als ik bijvoorbeeld zo'n extra zie, bijvoorbeeld, dan betekent dat er gewoon positief nieuws komt of dat er iets positiefs gaat gebeuren. Als ik, even kijken hoor, een meeuw volgens mij zie, is het meer wijsheid, is meer wijze boodschappen of zo. Of ideeën of iets dergelijks, dat ik dat allemaal krijg. Ja, dus een beetje, ja. En een raaf, dat brengt transformatie voor mij mee. En dan weet ik dat het wel heel erg heftig. Raven brengen een hele heftige transformatie voor mij. Maar ik kom er altijd weer bovenop, dus daar schrik ik niet meer van. In het begin wel, ik was altijd heel erg bang. Maar ja, ik heb een overval meegemaakt op mijn aardse werk. Ik werk als cashière namelijk. Dus daar heb ik dus ook dus die ervaring mee gehad. En ja, zag ik een raaf voor me. Ik zag raven in mijn dromen helemaal allemaal afkomen terwijl ik een witte kussen vasthield. Wit is het teken van mijn oma. Die overleden is. En ik was altijd een lievelingetje van mijn oma. Maar zij heeft mij dus eigenlijk gered. En in mijn droom. Maar ook bij mij was eigenlijk niks gebeurd. Alleen heb ik wel posttrauma stressstoornis opgelopen. Dus ja. Het waren hele zware tijden. Ik heb een paar jaar even over moeten doen. Om echt al mijn trauma's overnieuw te gaan verwerken. Want al die trauma's kwamen helemaal omhoog. Nachtmerries dat ik had, oh mijn god. Ik heb ze wel allemaal opgeschreven hoor. Want het moest wel, want dan kon ik even mijn ei kwijt. Ik heb gewoon heel veel geschreven, heel veel gesproken ook. Dus ja, ik ben er wel gelukkig overheen gekomen. Maar ik ben wel nu sterker eruit gekomen. En ik ben nu zo sterk dat ik ook andere mensen erbij kan helpen.
en begeleiden. Dus als mocht jij een trauma hebben, dan wil ik je heel graag erbij helpen. En het gaat wel, weet je, ik weet hoe ik dat gewoon kan aanpakken en hoe ik de mensen ermee kan helpen. En ja, echt zo, ik vind het gewoon zo gaaf werk, dit spiritueel werk. Want dat gaat mij zoveel brengen dat ik gewoon die dingen wat ik heb dus meegemaakt, gewoon anderen daarin kan begeleiden. En kan laten zien van hoe of wat, weet je, van hoe de dingen gaan. Wat je te wachten staat, hoe jij gewoon rustig kan afwachten. Ik kan ook, weet je, ik geef dan ook gewoon die readings, wat jou ook gewoon mee gaat helpen. Ja, want dat heeft mij ook veel geholpen. Maar ja, genoeg over mij. Dit was in ieder geval voor de boodschappers. Let op de boodschappers, want zij weer gaan jouw boodschappen brengen. Heel veel boodschappen, heel veel ideeën. Ik ga je ook heel veel krijgen. Qua gezin en qua familie is het allemaal oké. Op werkgebied is ook oké. Alleen, ja, kijk in de nabije toekomst misschien dat er ergens een verdriet of verlies is. Verlies kan ook misschien te maken hebben met het feit ook dat je misschien echt iemand gaat verliezen. Dus dat misschien iemand heen gaat. Maak je niet al te druk daarover. Ja? Alles gebeurt voor een reden. Als wij heen gaan, is dat ook voor een reden. En misschien is onze taak hier ook al verlopen. En moeten wij elders verder voort gaan zetten. Als ziel zijnde. We zijn allemaal zielen. Wij moeten hier leren. En wij moeten ook verder kunnen gaan. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Absoluut niet. En het is pijnlijk. Ik kan het als geen ander weten. Mijn schoonmoeder is al vorig jaar overleden, dus ik weet er alles van. Mijn oma was als eerste overleden. Wat ik als eerste overlijden binnen de familieleden heb meegemaakt, dat is mijn oma. Dat ik echt heb ervaren. Dus ja. En de tweede was mijn schoonmoeder. En dat was heel erg heftig. En ja, wat ik hiermee wil zeggen is gewoon, wees er gewoon niet bang voor. Weet je, je wordt jouw spirituele team. Die zorgt ervoor dat jij gewoon de tijd krijgt om te helen. En de tijd krijgt om weer verder te kunnen gaan. Alles gebeurt op de juiste timing. En er gebeuren dingen in ons leven wat we denken, what the fuck, waarom gebeurt dit mij nou weer? Weet je wel, maar daar is een reden voor. En misschien is dat toch, ja, misschien als jij naar de achterliggende gedachte gaat kijken van wat heeft dit voor nut, dan zal je ook je antwoord vinden. En meestal vind je dat in meditaties hoor. Meestal vind je dat als een ingeving of als een, ja, hoe moet ik zeggen, dat iemand door je intuïtie iets spreekt. Of misschien hoor je dat, weet je. Dus het ligt bij elk mens is het verschillend hoe jij dat ervaart. Maar wees niet bang, want ik zie ook hier conflict en nederlaag. Oeh, sorry. Ja, weet je, ik heb gewerkt. Ik ben gewoon moe. Maar ik wil mijn readings gewoon af hebben. Ik ben een doorzetter, zoals ik al eerder zei. Dus ik wil dit gewoon af hebben. Het spijt me dat ik af en toe moet gapen. Maar ik ben kijk, laat ik het zo zeggen. Waarom ik dit zeg maar. Waarom ik eigenlijk. Ja, mijn video duurt nu heel erg lang. Waarom ik eigenlijk zo moe ben, is omdat ik slijtage in mijn lichaam heb, artrose. Dus daarom kan ik heel snel moe zijn, terwijl ik heel veel dingen wil doen. Ik ga ook zo mijn rust pakken. Na deze ga ik nog een reading, denk ik, opnemen. En anders doe ik dat in het weekend. Ik weet het niet. En als ik nog echt moe ben, dan ga ik gewoon hiermee gewoon kappen. En dan ga ik gewoon lekker slapen. Maar ik wou gewoon jullie reading doen. Dus ik hoop dat ik jullie genoeg informatie heb gegeven. Waarom ik je zoveel informatie heb gegeven, ook over mezelf. Is dat je ook mij een beetje leert kennen. En weet wat Mystic Angel Rara Tarot ook een beetje inhoudt. En
Ja, er zijn gewoon heel veel boodschappen die ik aan jullie wil vertellen over mezelf. Zodat jullie weten mij leren kennen. En dat vind ik gewoon heel leuk. En als je een van mijn diensten wilt hebben, dan hoor ik je graag. Ja, like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En tot de volgende maand, lieve, lieve stieren. Doei doei.